Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Ja, ik ga vandaag samen met jullie Clone Tycoon spelen. Ik als DutchTuber zijnde, die natuurlijk zijn liefhebbende clone Bob te vriend heeft, moet natuurlijk wel eens een keer iets gespeeld hebben wat in de band staat van klonen. Vandaar dus vandaag Clone Tycoon 2. Ik heb werkelijk waar geen idee wat ik kan verwachten. Ik heb er een hoop zin in, ik ben enthousiast, ik ben gemotiveerd. Ik denk dat het heel erg leuk gaat worden, maar het is voor mij toch wel even wat nieuws. Dus, om mij even wat extra, pardon microfoon, support te geven, smash even een blauw duimpje omhoog. Is geheel gratis, is maar een fractie van de seconde tijd die het kost. Dus doe dat even en laten we lekker gaan beginnen. Clone Tycoon, it's all about cloning. En gosh, dat huis daar verderop ziet er zo epic uit. Het is echt een soort van villa, zou je wel kunnen zeggen. En ik zie er ook een heel episch nijlpaardstandbeeld bij staan en zo. Het is heel erg gruwelijk. Ik wil dat ook. Ik wil ook een mansion hebben, voor zover het een mansion is. Laten wij beginnen met bouwen. Oké, we moeten dus echt op deze manier moeten we bouwen. Dat klinkt interessant. Wij kunnen als allereerst een kloonmachine neerzetten. Dat hebben we nu gedaan. Ook kunnen wij een classic sword krijgen. Als het goed is, kunnen wij die nu gebruiken. Er loopt wel iemand naar mij toe. Word ik nu gekild? Ik word geloof ik letterlijk op het moment dat ik nu tegen jullie praat gewoon door iemand gekild. En dat is denk ik niet de bedoeling. Dus ik zet het weer even op close. En ik ga eens even kijken of ik dan nu ook daadwerkelijk... Oh nee, hier bouw ik weer. Of ik dan ook daadwerkelijk op een bepaalde manier geld kan verdienen. Ik zie hier in ieder geval dat je dus clones kunt krijgen. We kunnen de clone machine kunnen we ook editen. We kunnen dus verschillende soorten type clones krijgen. Nou, op dit moment is het alleen nog maar mogelijk om een basisclone te krijgen. Maar zoals jullie kunnen zien kunnen we dus op een gegeven moment ook clones gaan unlocken. Dus dat is wel heel erg interessant. Even kijken, kunnen wij hier klonen? Ik denk dat we op deze manier onszelf kunnen klonen zometeen. Nice. Nou, hier hebben wij in ieder geval een zwaard die wij kunnen krijgen. Die kunnen we dus aannemen en die kunnen we dan waarschijnlijk gebruiken. Ik snap eerlijk gezegd niet waarom we hem nog niet kunnen krijgen. Ah, we moeten eerst battle mode moeten we aanzetten. Waar kunnen we dat doen? Kunnen we battle mode. Kijk, nu kunnen we dus het zwaard pakken. En nu kunnen we dus ook daadwerkelijk met anderen vechten. Is wel heel erg nice. Dus wanneer je battle mode uitzet en even rustig wilt bouwen, dan kun je dus zeg maar hier klikken en dan kunnen mensen jou niet aanvallen. En wanneer je battle mode aanzet, kun je dus wel met mensen vechten. Is best wel heel erg leuk als je er zo over nadenkt. Laten wij meneer Nalesinik, of hoe je zijn naam ook uitspreekt, aanvallen. Let's go. Oh, hij is heel erg sterk. Snel, battle mode uit. Oké, ik heb battle mode uitgezet. Dit is eigenlijk gewoon een soort van PvP-lieve, waarin je dus letterlijk in een fight snel op het laatste moment wanneer je doodgaat, gewoon zegt, oké, ik wil niet meer vechten, ik ben er klaar mee. En dat is dus ook gewoon mogelijk, interesting in ieder geval. Laten wij eens even kijken wat we allemaal kunnen bouwen. Wij hebben denk ik gems nodig, of cash. Ik weet eerlijk gezegd niet wat we nodig hebben. Hebben we cash nodig? We hebben denk ik cash nodig inderdaad. We kunnen infinite cash kopen, dan hebben we dus per direct oneindig geld en dan kunnen we waarschijnlijk ook het grootste hoofdkwartier ooit maken. Met ook gewoon de allergekste clones ooit. Ik ga eens even kijken of dat mogelijk is. Ja, want we hebben namelijk wel cash nodig om dingen te kunnen doen. Of gems. Hebben we gems nodig of cash? Ah, hier hebben we gems nodig. Dan kunnen we uiteindelijk gewoon onze eigen pets krijgen. We kunnen een schildpad als huisdier krijgen. Een eenhoorn. Een dinosaurus. Een alpaca. Dat is geloof ik een soort van lama. Interesting. Klinkt in ieder geval heel erg tof. Maar ik wil eerst oneindig geld gaan kopen. Zodat ik in ieder geval wel een beetje een mooie basis hiervan kan maken. Zoals gewoonlijk raad ik jullie natuurlijk niet aan om echt geld te spenderen aan Roblox. Ik doe het inderdaad wel, omdat ik het namelijk leuk vind om het voor jullie te doen. Zodat jullie een leuke video hebben waar jullie naar kunnen kijken. Dus kijk dan, deze hele boot zit gewoon vol met cash. Nou ja, wij gaan natuurlijk voor infinite cash. Let's go. We hebben het gewoon gedaan. Nice, ik ben heel erg benieuwd wat we nu allemaal wel niet kunnen bouwen. Laten we gewoon alles bouwen. We klikken gewoon alles aan. Oh my god, kijk dan jongens en meisjes. Dit is werkelijk waar bizar. We kunnen letterlijk gewoon blijven klikken. En op die manier maken wij gewoon het allergrootste hoofdkwartier wat je kunt maken in heel dit spel. Dit is werkelijk waar bizar. We maken een pet enclosure. Wat dus eigenlijk gewoon een soort van gedeelte is waar jouw huisdieren kunnen rondlopen. Een futuristic plane. Dat is dus eigenlijk gewoon een vliegtuig waar je in kunt zitten. Een galactic axe. Dat is dus eigenlijk gewoon een soort van de hakbel uit... Ik weet niet wat dit is, maar uit de toekomst. Die we dus kunnen gebruiken in gevechten. Een reinforced pickaxe. Dat is een hele sterke pickaxe. Een plek waar de ores kunnen worden opgeslagen. Dus de mineralen. Een karakter editor. Oeh, misschien betekent dat wel dat wij ons karakter kunnen aanpassen. Dat zou heel erg nice zijn. Extra speed.
Ik zie hier een pet tiger. Dan hebben wij dus gewoon zometeen onze eigen tijger als huisdier. Nou, we blijven gewoon even lekker doorklikken. Totdat we alles hebben gekocht wat we kunnen kopen. Oh, dit is werkelijk waar bizar, jongens en meisjes. Besef dat wij zometeen gewoon voor de allereerste keer ons volledig ingerichte hoofdkwartier gaan checken. En ik ben zo benieuwd wat we er allemaal in gaan vinden. Waarschijnlijk wordt het echt bizar. De helikopter die is daarentegen nog locked. Waarschijnlijk gaat die zometeen open. Nee, die is nog locked. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Nou, we gaan eens even kijken wat wij momenteel allemaal wel niet hebben vrijgespeeld. Want we zijn wezen klikken als een malle. En dat heeft dus ook een hele hoop deuren doen openen. Dus ik ben benieuwd. Laten wij gewoon... Nou, alles kunnen wij gewoon natuurlijk openen. En we kunnen overal ook gewoon rondlopen. Oh, kijk dan! Dit is amazing! Dit is gewoon letterlijk Windows 10 wat op deze computer zit. Oh god. Dat is zo tof. En wat is dit? Oh my god, ik weet niet wat dit is, maar... Dit zijn allemaal spaarpotten. Een clone science ding. Ik weet het echt niet hoor, maar dit is epic. We kunnen hier kunnen we kiezen wat voor soort clones willen wij maken. Wij kunnen elektrische clones maken. Wij kunnen mysterieuze clones maken. Wij kunnen giftige clones maken. Dat is dus eigenlijk gewoon een soort van wiskundeleraar clone. Sorry meneer wiskundeleraar. We kunnen luchtclones maken. We kunnen vuurclones maken. Oh! Wat de heck? Wij kunnen onszelf gewoon literally veranderen in een pingwing. Oh my god. We kunnen onszelf veranderen in een pingwing. Wij kunnen onszelf veranderen in een ninja. In Superman. In de man zonder hoofd. Oh, deze is epic. Ik wil deze zijn. Oh my god. Dit is gruwelijk. Kijk dan jongens en meisjes. Oh my god. Dit is echt heel erg tof. We kunnen onszelf ook veranderen in een draak. Oh my god, ik vind het echt literally een van de vetste dingen ooit. Wat kunnen we bij deze onderzoeker doen? Dit is een of andere nerd. Nee hoor, wanneer je slim bent, ben je geen nerd. Dat is gewoon super nice. Maar we kunnen hier ook weer van alles doen. Oh, dit is zo bizar, jongens en meisjes. Oh, kijk dan, we hebben hier ook allemaal nieuwe wapens. Zoals bijvoorbeeld een speer, die heb ik ook nog niet eerder gehad. Moeten we eerst even battle mode aanzetten. Dan hebben wij onze eigen speer. Ik ga zo meteen denk ik toch wel even kijken hoe het is om met andere mensen te vechten. Maar we hadden ook een... Wat kunnen we hier eigenlijk doen? We kunnen onszelf hier klonen. Oh my god. Wij hebben onszelf juist gekloond. Kijk dan. DutchTuber clone en baby DutchTuber. Oh my god, dat is amazing. En wat is dit? Is dit een soort van... Oh my god! Wat? Kijk dan! Ik heb gewoon mijn eigen vliegtuig en er is niemand anders die dat heeft! Oh god, dat is zo gruwelijk! Oh god, dat is epic. Oké, dat vind ik echt heel erg tof. Ik verslik mezelf gewoon in mijn enthousiasme. Is het ook mogelijk om een soort van geweer te krijgen, pistool, een ander geautomatiseerd wapen? Oh, ik vind het gruwelijk. Ik ben ook gewoon de enige robot die hier rondloopt. Hè. Dat vind ik misschien... Oh nee, laat maar. Ik zie er daar ook één. Of ben ik dat? Oh, dat is mijn kloon. Oké, dus ik ben wel de enige robot die hier rondloopt. Wij moeten even mijn basis vinden. Ik word wel aangevallen door mensen. Ik ga proberen iemand te killen. Oh, ik ben sterk. Ik ben zo sterk. Ik kill letterlijk iedereen. Ik kill literally... Oh nee, laat maar. Mijn hoofd is eraf geslagen, maar... Ook gewoon letterlijk wanneer ik zo stoer zeg van... Ik ben de baas! Wordt mijn hoofd eraf geslagen. Wat kunnen we met gems doen dan? Daar kunnen we ook allemaal dingen mee bouwen. Kan dat? Of hebben we die nog niet? Dan moeten we natuurlijk wel eerst gems kopen. Oef, dat gaat wel een hoop geld kosten. Zullen we gewoon even 200 gems kopen? Gewoon om te kijken wat we er allemaal mee kunnen doen. Want ik ben wel heel erg benieuwd. Oké, we gaan eens even kijken. Wij kunnen bijvoorbeeld... een onzichtbare cape kopen. Wij kunnen een regenboog pickaxe kopen. Ik ga een dinosaurus kopen. Sowieso. Ik ga gewoon sowieso alle huisdieren kopen. En dan ga ik ook de lion kopen. Ik heb alle huisdieren nu gekocht. Maar waar kan ik die vinden? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Oh my god. Ik heb gewoon mijn eigen dino. Oh, dat is zo tof. We kunnen hem een eigen naam geven. Ik noem hem Chopper. Chopper. Dat vind ik eigenlijk meer een naam voor een hond. Maar omdat het een dino is, is het misschien ook alweer grappig. Kijk dan jongens en meisjes. Oh god. Dit is zo tof. En kunnen we dat ook doen bij deze eenhoorn? Dat kunnen we ook doen. Ik noem hem Juni. Ja, unicorn. Juni is wel voor de hand liggend, I guess. Dan gaan we deze leeuw gaan we ook een naam geven. Ik noem hem Scar. Dat vind ik wel een hele epische leeuwennaam. En deze alpaca. En die noem ik Fluff Fluff. Fluff Fluff. Zo. Fluff Fluff is wel echt een super schattige naam voor zo'n mini konijntje. Kijk dan jongens en meisjes. Oh, die gaan ook allemaal met mij meevechten natuurlijk. Maar ik wil sowieso een eerste dino met mij mee hebben. Want dat is denk ik de allergevaarlijkste. Die noem ik dus. Nee, ik noem hem Biter. Zo. Oeh, die is gevaarlijk.
kijk dan. Dit is zo tof. Ik heb mezelf ook gewoon weer gekloond. Laten we even gaan vechten. Of wacht, kunnen wij toevallig nog iets van een wapen kopen? Want daar heb ik namelijk nog helemaal niet naar gekeken. Ik wil eerst mijn uiterlijk weer even veranderen. Want ik vind het leuk dat ik een robot ben hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik zou het leuk vinden om ook nog even een ander soort beest te zijn. Oh, dit is gruwelijk. Ik ben nu veranderd in Superman. Dit is amazing, jongens en meisjes. Wauw. Oké, even kijken. Ik zie dat ik hier ook naar boven kan. Ik ben daar geloof ik nog helemaal niet geweest. Laten we dat even checken. Wat is hier boven? Oh god! Dat was mij nog niet opgevallen. We hebben hier de allerziekste guns. Waarom kan ik hem niet pakken? Ik wil de gun! Geef mij de gun! Of moet ik hier staan? Ah, ik moet hier staan waarschijnlijk, of niet? Of moet ik battle mode even... Ah, kijk. Heb ik hem nu? Waarom mag ik de gun niet hebben? Nee, dat meen je niet. Klik hier. Oh nee, ik wil hem terug. Waar is mijn vehicle? Ik wil mijn vehicle terug. Ik heb hem ongeluk laten despawnen. Het was juist de bedoeling dat ik hem zou krijgen, maar... Ah, kijk, hij is er weer. Kan ik erin? Dat zou echt super tof zijn. Ik kan erin. Oh god. Oh god. Ik zet speed 16. Oh god. En als ik nu van dat soort wapens in mijn handen had waarmee ik zou kunnen schieten, zou ik iedereen op de grond kunnen killen. Dit is gruwelijk. Ik ben gewoon Superman in een freaking vliegtuig. Dit is amazing. Dit is literally freaking amazing. Bider, kom met mij mee. Jij bent mijn nieuwe bro. Iets minder chubby. Iets minder zwaar dan Jeyun. Maar toch leuk dat je van de partij bent. Jongens en meisjes, dit is fantastisch. Nogmaals, ik raad jullie echt niet aan om echt geld uit te geven aan gratis games zoals Roblox. Ik doe het omdat ik een idioot ben. Dat is een beetje mijn hoofdreden. Maar tegelijkertijd omdat ik het heel erg belangrijk vind om leuke entertainment video's voor jullie te maken die continu leuk blijven om naar te kijken. Vandaar dat ik dus soms nog wel eens een keer iets geks doe. Zoals nu, dat ik in één keer alle huisdieren heb gekocht. Hey, daar is mijn kloon! Hallo Bob, die strakke legging staat je goed. Het is echt belachelijk dit ook, hè. Mijn clones die vechten ook gewoon rustig voor mij verder. Ik vind het zo leuk. Wat is dit eigenlijk? Een karakter editor. Nee. Ik kan gewoon alles editen. Kan ik mezelf naakt maken? Ik kan zelfs mijn gezicht weghalen. Ik kan mezelf letterlijk helemaal naakt maken zonder dat ik ook maar iets aan heb. Kijk, ik ben nu letterlijk gewoon een naakt mannetje. Gewoon zonder gezicht, zonder geslachts... Zonder pipi. Geslachtsdeel is zo'n moeilijk woord. Zonder pipi. Ja, dit is echt belachelijk, jongens en meisjes. Wauw. Wat kunnen we nog meer doen? Wat kunnen wij nou nog meer doen? We hebben hier een nieuwe zwaard. Die wil ik ook wel heel erg graag een keer gebruiken. Oeh, deze ziet er ook allemaal wel heel erg gevaarlijk uit. Zullen we gewoon met iemand gaan vechten? Laat ik gewoon met iemand gaan vechten. Ik zie daar zeg maar die guy zonder hoofd lopen. Ik ga hem aanvallen. Kom hier. Oh, hij is al gekilled door een van mijn clones. Ik vind het zo grappig dat ik geen eens de moeite hoef te doen. Maar dat mijn clones het eigenlijk al gewoon voor mij doen. Nou, die is ook gekilled. Dit is echt werkelijk waar fantastisch. Ik ben ook de enige met zo'n grote, volledig uitgebreide basis. Ik heb letterlijk alles. Ik heb letterlijk alles in mijn basis zitten. Alleen vind ik het zo jammer dat ik zo'n pistool nog niet kan gebruiken. Dat zou ik juist heel erg tof vinden als dat ook kon. Dus ik ga even naar boven toe. En ik ga kijken of ik daar dan misschien nu wel de mogelijkheid toe heb. Kan ik hem... echt niet gebruiken op een of andere manier. Misschien ben ik daar nog niet gemachtigd voor. Maar jongens en meisjes, ik heb het geklaard als je het mij vraagt. Ik vond het heel erg leuk om dit een keer te spelen. Smash in ieder geval een hele dikke vette like als jullie de video leuk vonden. Abonneer op mijn YouTube kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. En ik zou zeggen, baby Dutchuber. Baby, nee, je hebt geen manieren geleerd van papa. Je loopt direct weg als iemand tegen je praat. Nou, bedankt voor het kijken. Adios.